The Woman Next Door. Dit is gewoon even een kleine anekdote hoor. Ik moest er onlangs... Ik moest er onlangs aan denken. Er was een vrouw. Ja, The Woman Next Door. Ik praat veel met vrouwen. Ook met mannen hoor. Want die hebben me ook, trouwens, die hebben me ook gevraagd om een aantal dingen... Wacht, ik ga het verhaal over die vrouw ga ik even parkeren. Die vertel ik een aantal keer. Ik ga eventjes nu een verhaal van een man. Toen hij hoorde dat ik zou vloggen over het leven, over relaties, over familie, over mensen. Toen zei hij tegen me, mevrouw, vlogt u ook over mannen? Toen zei ik, wat zou je willen dat ik zou moeten vertellen? Dat vond ik wel een hele goeie. Vertel mij wat jij wil. Want anders lijkt het alsof ik continu mijn zin wil doordrijven. Ik wil mijn zin niet doordrijven. Ik vertel meer wat ik ervaar. Sorry, wat ik hoor, wat ik ervaar. Dus, ik vroeg aan hem. Waar zou je willen dat ik het over heb? En toen zei hij. Ik moet even opletten hoor, want er komt een zwerver in de buurt. Oh my god, ik mag eigenlijk dat niet zeggen. Maar ik denk, als hij maar niet wegrent met mijn telefoon. Moet ik even in de gaten houden hoor. Want ik zit op een openbare plek. Maar hij is weg. Oké. Die jongen die zei dus. Hij is rond de 35. Ik denk tussen de 31 en 35. En hij zei tegen mij. Ik kijk even waar die zwerver naartoe gaat hoor. Even niet plus. Want dit gedeelte is een beetje donker. Eigenlijk moet ik naar de bewoner. Moet ik daar naartoe. Of daar naartoe. Maar daar is wat meer volk. Alleen. Daar hebben ze muziek luid. En dan, dan ga je me niet kunnen verstaan. Dus vandaar dat ik dacht. Ik sta gewoon hier. Hier is wat discreter. Maar terug naar de jongen. Hij zei toen tegen mij, ik vroeg hem, waar zal ik het over hebben? Waar kan ik het over? Ik was even afgeleid, sorry. Twee mensen gingen langs. Maar hij zei tegen mij, mevrouw, heb het alsjeblieft hierover. Ik zeg, wat dan? Hij zegt over vrouwen. Vrouwen moeten ophouden. Dit is een man die dat zegt, hè. Vrouwen moeten ophouden. Om te denken dat een man alles moet betalen. En toen is zijn standpunt. Toen hij een beetje te kennen gaf. Wat hij precies bedoelde. Kon ik me erin vinden. Want luister. Als mannen gaan daten. Dus als mannen weer op zoek gaan naar een partner. Dan moet je uiteraard daten. En soms kan het bij de eerste date klikken. Maar soms ook niet. Soms moet je misschien wel 40 dates passeren voordat je de juiste klik hebt met de juiste persoon. En hij zegt tegen mij, bij hen is het precies hetzelfde. Net als zo die vrouwen op zoek zijn, zo zijn die mannen ook op zoek. En het kan soms lang duren, maar soms ook kort. Maar als het lang duurt, vooral als een man alles moet betalen, nou dan is bij hem echt, dan valt het echt verkeerd, hè. Dan moet je bijna een tweede baan erbij nemen. Om continu die vrouw te behagen bij de eerste date. En toen hij het had over, ja, bij de eerste date, zegt hij tegen zo'n griet. Laten we afspreken, ergens iets gaan drinken. Hij zegt, maar dan moet hij altijd betalen. En het vervelende is, zegt hij, als je moet betalen en hij moet er investeren, geeft het niet. Dan wil hij alles voor het doen. Maar hij zegt, ik ben juist op ontdekkingsreis om te kijken als we bij elkaar passen, ja of nee. En tijdens die ontdekkingsreis ga je kijken als je elkaar ligt. Dan wil je, dat snap ik ook wel hoor. Toen hij dat vertelde, dan snap ik. Wil je niet te veel geld aan uitgeven. Omdat je weet niet waar het toe leidt. Misschien leidt het nergens. Misschien zie je er morgen nooit meer. Maar dan heb je wel geld aan moeten uitbesteden. Kijk, als je geld hebt liggen, dan kan ik me voorstellen. Maar als je gewoon moet hosselen, gewoon hard moet werken voor het beetje geld dat je hebt. Dan wil je er wel zorgvuldig mee omgaan. Van hoe je het uitgeeft, ja of nee. Dus, ik begrijp zijn standpunt als hij zegt, als ik op date ga, ik zeg, weet je, ik denk, pak het anders aan. Misschien is dat ook een hele goede tip voor ons allemaal, die aan het daten zijn. Date, laten we bij de eerste keer gewoon ons eigen ding betalen. Dan doe je niemand tekort. En als je elkaar ligt, dan kun je daarna, ik bedoel, als je elkaar ligt, dan wijst het zich vanzelf.
dan heeft die man alles voor je over. Tenzij hij een gierige man is en zegt van, hey, nou, als hij je ligt en hij zegt, ja, weet je, ik vind je leuk en ik wil wat meer met je. En je moet wel alles zelf blijven betalen. Weet je, dan moet je zelf in gesprek gaan. Ik weet niet wat, verschillende mensen, verschillende wensen. Ik ben daar niet degene die daarover oordeelt. Daar zijn de meningen over verdeeld. Volg je eigen route. Maar wat ik wel, denk ik, kan aangeven, is de eerste date, omdat je elkaar nog niet kent en aan het kijken bent, wel of niet, betaal beide je eigen ding. En dan ga je beide naar huis en dan ga je nadenken, we willen nog een tweede date, enzovoort, enzovoort. En dan kun je gaan zeggen, weet je, ik wil haar, ik wil het proberen met haar. En dan ga je in elkaar investeren. En dan is het misschien wel waard om geld aan elkaar uit te geven. Maar ik snap dat als man je denkt, ik ga niet investeren in iemand waarvan ik niet weet als ik er morgen nog zie. Want de eerste date is altijd oriënteren, hè. Dus dat vind ik een hele goeie. Ik vind dat echt een hele goeie. Want ik heb ooit eens heb ik iemand gehad. Ik praat veel met mensen, hè. Veel met vrouwen ook. En die vrouw zei, die man moet je een prinses laten voelen. Uiteraard, daar ben ik ook sta ik helemaal achter. Geef me het gevoel dat ik belangrijk ben. Dat je gek op me bent. Dat je trots op me bent. Dat je van me houdt. Dat je achter me staat, voor me staat, naast me staat. Weet je? Geef me dat gevoel. En dat kost niks. Het kost geen geld, hè? Het kost alleen tijd en aandacht. Om me dat gevoel te geven dat ik jouw number one ben. Maar die smal waar ik mee sprak, die zei, ja, die man moet alles betalen. Ik ben de prinses en hij moet alles. Tuurlijk, mag je de prinses zijn, maar ik vind niet dat hij alles moet betalen. Als je een beetje slim bent, ga je samen die relatie aan. En dan ga je samen, geen inrichtingsverkeer, maar dan begin je al, die start begint al fout. Denk ik hoor. Als je van elkaar houdt en je hebt een baan, heeft een baan, dan kun je toch samen die commitment aangaan. Als jij geen baan hebt en hij wel, dan snap ik dat je zegt van hij moet alles betalen. Maar weet je, ik ga die discussie niet aan. Ik laat het aan jou over. Want je kan heel in die relatie, kan jij heel veel maken, maar je kan ook heel veel breken. Wees alert. Kijk en luister. Lichaamstaal. Ga niet als een bezetene door en alsmaar je wil doordrukken. Je hebt met een vreemd iemand te maken. En het mooie van een relatie is dat je beide eigenlijk, beide sta je eigenlijk tegenover elkaar. Maar de kracht is juist om dit te doen. Dit. Zie je? We gaan steeds meer open. En dat we dit doen. Passend. Dit is wat we moeten doen. Maar als we beide zeggen, ja, ik wil heel graag een relatie. Ik wil heel graag een relatie. Maar je blijft hier staan. Wat denk je dat er gebeurt? Als jij hier blijft staan en zij hier blijft staan. Niks. Er gebeurt niks. Geloof mij. Als je dit niet doet. Tik, 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 tik. Gaat er niks gebeuren. En zelfs als dit gebeurt, moet er nog heel veel gebeuren, hè? Maar het zijn, een relatie aangaan zijn verschillende stappen. Maar een van de belangrijkste is dit. Communicatie en dit. Naar elkaar toe. Move. Probeer het. Neem het mee. See you next time. Vergeet die niet, hè? The Woman Next Door. Wat vind je mijn pangie trouwens?
dat noemen ze in Suriname een pangi. Dat is zeg maar stof, original. Hé, het gaat los volgens mij. Wacht even. Origineel is deze stof van de marrons. Zeg maar de mensen uit het binnenland. Die doen voornamelijk deze stof aan. Maar ik vind het leuk. Ik heb er altijd van gehouden. In Suriname dragen ze dit, als het heel warm is, dragen ze dit alleen. En dan hoef je alleen maar een onderbroek nog aan. Ja mannen, dat vind je lekker hè, om te horen. Maar even weer serieus. Dit is lekker, dat je gewoon zonder BH dit aandoet. Hier vastmaakt. Ik heb het nu eventjes een beetje moderner gemaakt. Door deze twee uiteindes hier vast te binden. Dat het een beetje hipper is. Zo. Zie je, je kan het op verschillende manieren aandoen. Maar die stof, dus die blokjes, dat is echt typical Surinaams. En die ketting heb ik gekocht. Ook bij Bosland, bij Marons. Bij mensen uit het binnenland heb ik dit gekocht. Mooi? Ik vind het mooi. Ik hou van grote kralen. Dat is net even anders. Hé, hey, dat ding gaat weer los. Niet daarna kijken. Hè. Doe alsof het vast zit. Oké. Doe alsof het vast zit. Dat is leuk, toch? See you next time.